Het is één en al techniek wat de klok slaat in het klokgebouw deze week. Techniektalenten van het MBO strijden er in verschillende categorieën om de vakkanjerstitels. En daar komt van alles voorbij. Van het bouwen van robots. Dan is het de bedoeling dat je zo snel mogelijk een machine opbouwt, mechanisch. En programmeert op de computer en dan op zo'n logo zet en aanstuurt. Tot het leggen van dakleer om een schoorsteen. Ja, daar ben ik eigenlijk vroeger mee opgegroeid. Mijn pa heeft een eigen bedrijf in het zink eigenlijk. En vanaf jongs af aan is me met de paplevel meegegeven eigenlijk het zink. Wil je hier later ook echt iets mee gaan doen? Ja, ik zit te twijfelen om mijn vader zijn bedrijf misschien wel ooit over te nemen als het mogelijk is. Harten die sneller gaan kloppen voor techniek in alle soorten en maten, niet gek ook vinden ze hier als je bedenkt hoe belangrijk dat voor ons is. Ja, techniek is eigenlijk gewoon, ik kan niet meer zonder techniek, niemand, nergens, de ziekenhuis niet, alles loopt voor dat techniek. Ook zo'n 2000 middelbare scholieren komen er langs in het klokgebouw. Zij krijgen een interactief programma voorgeschoteld waarmee ze moeten ontdekken wat techniek allemaal inhoudt en wat er allemaal mogelijk mee is. Maar zoals het echte pubers betaamt, was het enthousiasme bij de meesten ver te zoeken. Niet zo leuk, hou daar niet van. Nee, daar ben ik echt slecht in. Ik sta een 4 voor techniek, dus. Ja, weet niet echt. Ik vind het wel grappig om te zien wat allemaal techniek is en zo. Maar meer, weet niet echt. Je wilt niks met techniek gaan doen, zeg je, waarom niet? Omdat ik sporten leuker vind. Maar de studenten die meedoen aan de vakkanjers, die hebben hun pad al gekozen en gaan er vol enthousiasme voor. Ook als het even tegen zit. Ja, een slecht begin vandaag. En nou lopen we op zich wel goed. Dus we hebben nog een half uurtje dadelijk. En dan besturing is, als het goed is, klopt die. Moet alleen nou mechanisch gezien nog alles aansluiten. En dan zou je het moeten doen. De prijsuitreiking is vrijdag. De winnaars van de vakkanjerwedstrijden mogen ons land vertegenwoordigen op de Euroskills-wedstrijden in december in Zweden.